liedje. Oh jee, en hij draait voor me. Het is echt een solo spelen, dat kan je wel echt zien zeg. Hij draait meer om, gaat richting het goal. En hij... Wow. Wat een performance. Welkom bij een nieuwe vlog, namelijk bij nummer... Wacht even hoor, we zaten op 96, een paar dagen geleden, toen kwam 97 kwam daarvoor. Bij vlog nummer 100! Oh my god, het is compleet! Want het is nummer 100! Holy guacamole! Van het dagelijks vloggen, we hebben het gewoon gedaan! We hebben het gewoon gedaan, wat ziek. En ja, we hebben dat ook gewoon gedaan. Maar het is feest, dus het mag. Yeah. Het mag vandaag. En holy shizzle, jongens. Zoals ik al zei, we hebben echt gewoon al zoveel meegemaakt. En laten we trouwens meteen gewoon lekker beginnen met een mooie samenvatting van alle hoogtepunten tot nu toe. Want dit is de allereerste vlog van mijn dagelijks vloggen. Nou, dat was zeer indrukwekkend. Nee, even zonder grappen jongens. Er zijn natuurlijk echt onwijs veel dingen gebeurd in die 100 vlogs. Maar ik ben wel heel benieuwd wat voor jou nou echt een hoogtepunt was. Wat was nou echt iets in de vlogs? Want we gaan vandaag hele leuke dingen doen. Nou jongens, maak je alsjeblieft geen zorgen. We gaan gezellig met Naga en Mons iets heel leuks doen. Wat jullie misschien wel stiekem een beetje weten. Maar je kan zo'n vlog niet openen zonder het over hoogtepunten te hebben. Dus... Wat is voor jou iets? Op Naga halen namelijk. Ik denk, ja, dat is voor ons beide. Ja, stom. En Monster natuurlijk ook, maar dat was niet tijdens de vlogs. Nee. Maar, voor jou? Ik denk Mallorca. En ik Mallorca? Weet, ja, ik weet niet precies welke vlog dat was, maar er was er eentje, toen gingen we naar het strand toe. Mm-hmm. En toen sprong ik bij jou op je rug en toen ging ik met de GoPro. Oh ja, ja. Die vond ik echt super. Maar ook de eerste vakantie die we in de vlogs hadden, of niet? Ja. We hebben wel eerder op vakantie gevlogd, maar dat was niet dagelijks. Nee, dat was nog niet dagelijks vloggen. I like it. En voor mij een hoogtepunt. Wat is voor mij een hoogtepunt? Ik denk met die Nerf gun, weet je nog? Dat schieten op die pompoenen en jij gewoon dat ene schot haalde. Mini dingetje. Dat gewoon echt onmogelijk was om te halen. Ja, dat was echt bizar. Nog steeds 4 punten. Dit wordt het laatste schot. Oh my god, are you for real? Kim, je haar vaak. Holy... I did it. Oh my god. Dat was echt alsof het niet waar was, zeg maar. Ja, het leek ook gewoon compleet geëdit, alsof het gewoon niet klopte. Maar dat was denk ik voor mij wel een hoogtepunt. Dat zijn natuurlijk superveel hoogtepunten. Maar wij gaan gewoon lekker vandaag de dag beginnen. In ieder geval met de knal, dus met de partypooper. En gaan nog superveel andere leuke dingen doen. Dus blijf kijken. Kunnen we trouwens... hoeveel duimpjes halen? 1000. 1000 duimpjes voor de 100ste vlog. Ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Let's go! En omdat het natuurlijk de 100ste vlog is, ga ik heerlijk mijn ontbijtje beginnen met niet één croissantje. En niet een normaal croissantje, maar een chocolade croissantje. Maar twee. Oh, zo chill. En wat yoghurt met extra, hoe heet dat? Eiwitten erin. Want geloof het of niet, maar ik heb spierpijn van gisteren. Van al die dozen sjouwen en tillen uit de auto en naar huis. En ja, maar als je niet weet over welke doos ik het heb, over al die dozen met de merchandise. Ik heb trouwens ook de crewneck vandaag voor het eerst aan. I'm rocking the crewneck. Woo! Ja, je ziet hem niet echt goed, hè? Check it out, de Dodo crewneck. I love it. Hij ziet er echt goed uit en hij zit ook heerlijk. Dus ik ben helemaal blij. Het is dat sport de hemel waard. Alleen, ja, spierpijn is nooit echt helemaal chill. Hoewel het de 100ste vlog is, gaat natuurlijk dagelijks vloggen gewoon nog door. En ik heb wel echt een perfecte dag uitgekozen om deze 100ste vlog te hebben. Net de dag voor de meeting. Want ik ben kei druk geweest samen met Misha. Shoutout naar Misha voor het helpen. Om alle kleding uit te pakken, om alles klaar te zetten in dozen. Omdat morgen we natuurlijk de merchandise ook op de meet and greet hebben. Want het is nu beschikbaar in de webshop. Link staat in de beschrijving. Maar het is ook op de meet and greet beschikbaar. Dus daarvoor heb ik allemaal dozen uitgepakt. Zoals je kan zien zijn dat wel redelijk wat dozen. Echt onze hele
kamer staat gewoon vol met dozen, met merchandise, met alles. En heb ik alles eigenlijk geteld en heb ik een beetje een inschatting gemaakt van hoeveel ik meeneem naar het event. En heb ik dus alles in dozen gedaan, volgens de maten. Dus hier zie je bijvoorbeeld de hoodies volgens mij voor het XS-model. En dan heb je hier heb je de crewnecks die gaan mee. En daarachter hebben we dan nog allemaal andere sweaters en dingen. Die gaan dus allemaal in de auto en gaan ook mee. Want op het event gaan mijn broers mij helpen met de merchandise te verkopen. Dus dat is echt super leuk dat we daar gewoon lekker met z'n drieën staan en dat gaan doen. Tenminste, zij dan. Ik moet de masterclass geven en de meet and greet. Maar alles is als het goed is nu ingepakt in die dozen aan die kant. In ieder geval van de hoodies en crewnecks. Dus nu hoef ik alleen nog maar de t-shirts te doen. En heb ik dat gedaan. Dan kunnen we daarna lekker leuke dingen gaan doen voor de 100ste vlog. Het is gelukt hoor. Dit gaat morgen allemaal mee naar de meet and greet. Ik heb het allemaal zitten inpakken vandaag. Om dus morgen daar mee te nemen. Om hopelijk heel veel mensen blij te maken. Wat een lekker gevoel is dat zeg. En de webshop staat ook helemaal online met alle juiste maten en zo. Moest ik ook allemaal opmeten. Staan allemaal goed op dodoshop.nl. Dus ik ben helemaal happy. En nu ga ik even deze kamer helemaal opruimen. En ombouwen tot een waar stadium. En ik zal je straks laten zien waarom. Ladies and gentlemen, welkom bij het eerste NK konijnenvoetbal. Zoals je kan zien is dit een prachtige arena geworden met twee goals. Aan de ene kant hebben we... Monster. En aan de andere kant hebben wij Naga haar goal. En wat is nou de bedoeling? Die twee kleine schavuitjes. Ja, Naga zit al te kijken. Ik zie jou wel. Die krijgen straks een bal en die moeten bij elkaar gaan scoren. Degene die als eerste... Hoeveel punten? 3 punten haalt. Die heeft straks gewonnen. En ja, deze spot is gewoon net zoals op altijd op die voetbalvelden. Heb je zo'n gigantische spot op het veld. Ik vind dat best goed is gelukt. Wat vind jij ervan? Vind je dat ik het goed heb gedaan? Ja, ben je trots op me? Het veld is trouwens gesponsord, jongens. Door nieuwe Dodo merchandise. Vergeet hem niet te halen in de webshop. Was het sluikreclame? Ja. Wij gaan onze twee drolletjes even halen en in het veld zetten. Want volgens mij hebben zij er wel zin in. Zoals we al eerder zeiden is Monster best wel goed en behendig met die bal. Want ik zal je ook even laten zien hoe die bal eruit ziet. In deze bal zitten snoepjes. Je kan ze er als het goed is wel in zien liggen. En daardoor gaan ze echt keihard erachteraan rennen. En we hebben dit al eerder gedaan in vlogs. Tenminste dat die gewoon in hun hokje lag. Maar nu gaan we dus gewoon echt gebruiken voor een volwaardige voetbalwedstrijd. We hebben de kleine plastic dingetjes vervangen voor de lijnen op de grond. Zodat je iets duidelijker kan zien waar de goals liggen. Dankjewel schatje voor het neerzetten. En dan denk ik dat ze kunnen gaan spelen. Let's do it. Het idee is dus dat de bal in het midden gedropt wordt. Nou ja, niet daar dus, maar ergens in het midden. En om dan dus aan de ene kant te krijgen, dat was Monster's goal. Ja. En dit is Naga haar goal. Wie gaat er winnen? Ik denk Money. Ja? Ik ben Team Money. Welk team zullen jullie laten even achter? Hashtag Team Money of hashtag Team Naga. Wij gaan even de spelers erbij pakken, zodat ze kunnen gaan spelen. Ik zie dat de eerste... Wordt al aangedragen door de coach. Ben jij coach? Coach? Ik ben manager. Manager, de eerste speler. We moeten alleen even de bal weghalen, want anders heeft ze een voordeel. Ze kijkt ook van, waar ben ik? Oh, dit is het stadion. Ze herkent het meteen. Ze kijkt even naar de goal. Oh nee, dat was Monster's goal. Nou, ze kijkt even bij de tegenstander zijn goal. En dan gaan we Mooney ook erbij pakken. Dit wordt dan het moment van de waarheid. We laten de bal een beetje openstaan, dat er ook eten uit kan vallen. Maar hiermee gaan wij officieel de eerste... Random Monster, die speuk. Het eerste konijnenvoetbaltoernooi 2016 begint nu. Jongens, begin, speel. Oh, we zien Naga. Gaat meteen richting Monster's goal. Ruikt ze het? Oh, Monster. Ik zei toch, Monster is een goeie. Monster is een goeie, die gaat ervoor. Oh, dat wordt flink gepakt. Ja, oh, maar Naga draait het om. Maar richting het eigen goal. Ja. Mooney, je hebt al een goal. Doe niet zo gek. Dat ging wel heel snel. We gaan nu voor de tweede ronde. Het is 1-0 voor Mooney. Naga, kom op, hè. Je kan het. Kom op. Ik leg hem neer. En we spelen weer. Oké, we spelen weer. Oeh, Naga pakt hem weer. Draait rond. Ja. Oh, Mooney, ja. Oh, gaat voor eigen goal. Het is
zag echt niemand aankomen. Jeetje. Oh, en nog. Nee, dat telt als één eigen goal. Het is nu... Oh, zij gooit hem over naar haar heen. Het is nu 1-1. Dit is misschien wel het spannendste konijnenvoetbaltoernooi dat we ooit gezien hebben. Misschien ook wel omdat het eerste is, maar het staat nu 1-1. We gaan dus voor degene die als eerste 3 heeft, toch? Ja. Oké, dat betekent dat we dus nog 2 doelpunten moeten zien van één van de 2 konijnen. Zijn jullie klaar voor, jongens? Zijn jullie klaar voor? Ik gooi hem al. En... speel maar! Oh, oké. Okay. Oh, mooi. Oh, richting het goal en heeft... Wat een performance. 2-1 voor Monster. 2-1 voor Monster. En wat speelt die sterk? Hey. Naga probeert te ontsnappen en dat is ook wel terecht, want Monster staat met 2-1 voor. En de mensen die voor hashtag Team Money waren, die zijn in ieder geval erg blij, want hij heeft nog maar 1 doelpunt en dan heeft hij gewoon het toernooi gewonnen. Gaat hij het doen? Denk het wel. Ja, denk je? Ja. We gaan het zien. Jongens, Naga. Nee, Naga, kom op, je kan het. Je moet wel een beetje actief blijven, jongens. Kijk eens. Oeh, de bal. Ja, ja, ja. We gaan spelen voor het laatste doelpunt. Speel maar. Oké, okay, en... Oh, oh. Zo. Dat was een snelle 2-2. Staat 2-2, jongens. 2-2. Niemand had gedacht dat het zo'n spannende wedstrijd zou worden. En het is nu ook matchpoint. Degene die dit... Goalmaat, die heeft gewonnen. Wordt het Monster, wordt het Naga. We zien het over. 3, 2, 1. Go for it, jongens. Oh, Monster gaat er weer op. Gaat hij hem afmaken? Oh. Nee, nee, hij is in de war. Hij is in de war, hij weet niet welke kant hij op moet. Naga is al helemaal van de kaart. Yeah. Oh, Monster scoort. Gefeliciteerd, jongens. We hebben meteen een prijs voor jullie beiden, omdat we zo trots zijn op jullie performance. Kijk eens, jongens. Alsjeblieft, oh, Monster. Ja, Monster die wil blijven spelen. Dat is echt, dat zie je gewoon. Dat is een rasspeler. Monster, kijk eens. Hier, eten. Zo, die twee zijn weer helemaal blij. En dat was dus het toernooi. Monster heeft eindelijk een keer gewonnen. Nu heeft Naga 2 keer gewonnen. 2 keer met de Dolhoven. En Monster heeft nu 1 keer gewonnen met het voetbal. Lekker smikkelen. Ja, nu is het tijd om lekker te smikkelen. Maar we dachten allebei dat hij ging winnen. Ja, dat is wel grappig. Wel, ja. Nou, ik ben super trots op ze. Luister hier goed naar de nachtmerrie van elke YouTuber. Oh no, het is zoveel wind. Oh, niets is verschrikkelijker dan dat je de hele dag dingen aan het opnemen bent, ook buiten. En dat de wind gewoon precies in de microfoon... Ah, waarom? En nu is het ook de vlog die ik nu aan het editen ben. Heeft zoveel wind erin. Dat is wel heel erg balen. Maar gelukkig zitten er ook heel veel stukken expres die ik binnen heb opgenomen. Want ik merkte al dat het winderig buiten was. Maar je weet nooit hoe winderig het is. Dat klinkt super raar. Maar het blijft echt balen om gewoon content tegen te komen die dan compleet onbruikbaar is dankzij wind. Wind... bedankt. Ik heb trouwens nog een best vet iets gehad wat ik jullie nog helemaal niet heb laten zien. En dat is namelijk een pinapparaat. Ik heb een pinapparaat aangeschaft zodat mensen dus ook kunnen pinnen bij de meet and greet. En dat is best wel... Dit is voor het eerst dat ik echt zo'n pinapparaatje heb. En wat je dus moet doen, ik kan hier rechts kan ik een artikel kiezen. Liefje? Ja? Je moet mijn Pikachu zien. Wat dan? Kijk! Oh my god, je hebt een Pikachu? Ja! Oh, hij is geëvalueerd van Pichu. Oh... Ben je er blij mee? Ja, echt heel erg. Oh, je hebt ook echt net zoals Ash Ketchum, heb je zo je pet op. Oh jee. Oh jee. Dit is in ieder geval dus hoe de app werkt. Want je kan dus gewoon heel makkelijk met je smartphone zeggen dat iemand iets wilt kopen. Bijvoorbeeld een t-shirt daar en ik zeg maar wat voor 1 euro mijn eeuwige liefde erbij. Hupsakee, dan klik je op afrekenen. En dan komt daar te staan plaats de kaart. Oh, even wachten. Even wachten hoor mensen. 20 euro. Hier, plaats de kaart. Nou, dan doe je erin, doe je pincode en heb je betaald. Het klinkt waarschijnlijk niet heel indrukwekkend, want ja, we pinnen elke dag. Maar nu kan het gewoon bij mij. Dus als je me ooit een keer tegenkomt op straat, kan je dus gewoon bij me pinnen. Super handig. Die gaan allebei de doos in om mee te gaan morgenochtend. Dat was alweer vlog nummer 100. 100 dagelijkse dagen. Elke dag geüpload en elke dag een vlog.
En natuurlijk gaat er nog veel meer aankomen. En ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken. Sommigen van jullie kijken al gewoon 100 vlogs lang. En anderen zijn later ingestapt. Maar jullie zijn allemaal even welkom bij de familie. Ik hoop dat jullie de video vandaag alsnog leuk vonden. Want het was echt de meest onhandige dag ooit om mijn 100ste vlog te hebben. Maar ik heb mijn best gedaan om naast alle drukte alsnog iets leuks ervan te maken. En jullie hopelijk een mooie en speciale 100ste vlog te leveren. Smash even dat duimpje omhoog, want het zou super dope zijn als we de 1000 likes kunnen halen. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Want elke dag om 7 uur 's ochtends een nieuwe vlog. En dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen mensen. Ciao.